De meeste verkopers zijn banger om hun huis voor te weinig geld te koop te zetten dan voor te veel. De angst om je verkoop te starten met een te lage vraagprijs is groter, omdat niemand natuurlijk zijn woning wil verkopen voor minder dan wat het waard is. Daarom hebben verkopers eerder de neiging om met een te hoge vraagprijs te starten en dus hun huis te overprijzen. Maar let op, de vraagprijs waarmee je je verkoop start zal leiden tot reacties van kopers uit de woningmarkt. En deze kunnen ervoor zorgen dat je met je vraagprijs ofwel negatief ofwel positief gecorrigeerd gaat worden. Je wordt negatief gecorrigeerd als je nauwelijks reacties op je huis krijgt. Geen telefoontjes, geen vragen van geïnteresseerden en geen brochure-downloads. Je hebt geen bezichtigingen of je krijgt hele lage biedingen. Om dan nog te kunnen verkopen zal je iets moeten gaan doen aan je verkoopstrategie. En als je al weet dat je met een te hoge vraagprijs gestart bent, dan weet je wel dat je nu met je vraagprijs zou moeten gaan zakken. Je wordt positief door de markt gecorrigeerd als je merkt dat je juist veel kijkers krijgt. Bij veel interesse zal je nauwelijks hoeven zakken met je prijs en wellicht krijg je zelfs meerdere biedingen en kan je aansturen op een inschrijving. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat je je vraagprijs juist omhoog gaat en dat je je woning voor meer verkoopt dan je van tevoren bedacht had. Je vraagprijs is een belangrijk middel om kopers aan te trekken en daarmee het verkoopinstrument om zelf de controle over je verkoop te houden. Onthoud, je kan beter 5 biedingen afwijzen dan er helemaal geen één ontvangen.